de wisseltrofee. Maar daar is ook ingegraveerd een naam die er al twee keer staat. Twee keer de Benedictus. De afgelopen twee edities heeft het team van de Benedictus toch het beste gespeeld. De beste spellers van de Heilo, zo gezegd. Wat hebben we nog meer? Ik wil eigenlijk Teamprijs. Dat zijn voor de beste, voor het team dat het beste spel, krijg je allemaal een pen en nog een bing bling stick. Ja. Vraag mij niet wat het is, maar het schijnt heel leuk te zijn. Ja. Oké, dan hebben we ook individuele prijzen. Voor de eerste, de tweede en de derde speller, die krijgen een prachtige medaille omgehangen. Echt goud. Ja, dus we hebben ze heel goed bewaard. En op de valreep kwam Tini van de bibliotheek met een wel een hele mooie, bijzondere prijs. Namelijk voor de beste speller van Heilo twee toegangskaartjes voor de theatervoorstelling De Waanzinnige Boomhut in de Beun in oktober. En dat is echt een hele mooie prijs. Twee kaartjes, dus dan mag jij iemand meenemen die jezelf mee wilt nemen. Daarnaast ook nog, want ja, als je dit keer wint, het is ook andere jaren wel wat eenvoudiger geweest, maar de prijzen worden steeds groter. Robin, en dat verdient al een groot applaus, Robin heeft ook als boekenschrijver heel erg gesponsord. Maar met name dit boek, dat krijg je als je wint. Is dat boek echt voor jou? Oh. Dit is voor de beste individuele speller en elk team krijgt een exemplaar van deze stapel. Ja. En aan jullie eigenlijk mijn vraag nu, zijn we zenuwachtig? Gezonde nee, spanning. Dat moet je namelijk niet zijn, hè? Want het gaat om de eer en dat jullie hier zitten, dat vind ik al fantastisch. Vind ik echt heel erg tof. En fouten maken mag. Het gaat natuurlijk in deze wedstrijd wel om zo min mogelijk fouten te maken. We hebben ooit bij de eerste editie, hebben we dan niet zo heel erg duidelijk naar de deelnemers kenbaar gemaakt. En toen zaten hier ook wel kinderen, zaten te sloegen en te zweten. En die waren helemaal niet goed te spellen. Ja, dat kan gebeuren, maar dat is dan ook niet echt meer leuk. In de eerste plaats, zij zegt van goh, leuk dat je er bent. Ik wil hem eigenlijk omdraaien. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Want ik ben nu in het gezelschap van 26 van de beste spellers van Heilo. Ja, maar jullie zijn de crème de la crème, zo noem je dat. Jullie benaderen taal met een chirurgische precisie. Hoe groter kan die eer natuurlijk zijn? En wie gaat het winnen? Dat weten we niet. Dat zou Benedictus kunnen zijn. Dat betekent trouwens gezegend, dus dat klinkt dan wel weer goed. Maar ja, misschien vindt iemand anders het. Die had verwacht dat Marokko zou verliezen van Iran. In de laatste seconde, dus je weet het niet. Hier heb ik hem. 10 zinnen. 10 prachtige zinnen. Niet door mij geschreven, maar door Rob. En die ga ik straks allemaal uiteraard één voor één voor. Maar we gaan nu wel over tot de officiële prijsuitreiking. Ja, en straks het moment om onze prijs of nog meer die Benedictus in staat is geweest om de beker wederom mee terug te nemen naar school. Daar waren we met de andere school natuurlijk al heel erg mee bezig, of dat zou lukken. We gaan eerst naar de individuele kaart. De derde plaats. Genomen. Celine. Hanna van de Duin. Oh!
koop er een mooi boek voor, bijvoorbeeld van Robin Raven. Ja, en wie heeft nu de eerste prijs gehaald? Welke speller uit Heilo heeft de minste fout gemaakt in het thee wat Rob gemaakt heeft? Dat is geworden. Hapke van de Benedictus. Dames en heren, en jongens en meisjes. Team! Jij krijgt deze medaille. Jij krijgt een boek van Robin Raven. En jij krijgt een superprijs met nogmaals dank aan het adres van de bibliotheek. En de bibliotheek heeft Tini hier naar school gestuurd om jou deze envelop te geven. Goed, nou dat waren de individuele prijzen. Maar er zijn nog meer prijzen te verdienen, want we gaan ook voor de beste scholen. Goed! De derde plaats is bij Meander. Heel goed gedaan, jongens en meiden. Keurig. Op de tweede plek is geëindigd de duif. Eindelijk. Het zou toch wat zijn, jongens en meisjes. Oh ja, die er is daar ook al heel wat afvergaderd van wat geven jullie die kinderen daar in Plan Oost. Ik ben ook stiekem wel een beetje jaloers op je film. Maar het is toch beter om gelukt. De Benedictus geeft ook.